internet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 1 maart. En als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vind het zo chill als een nieuwe maand op maandag begint. Maar oké. In ieder geval, ik heb me net klaargemaakt. Ik ga straks naar stage toe. Mijn haar is nog een beetje nat, want ik ben net gedoucht. En ik ben dus bij mijn moeder thuis, omdat het iets dichterbij is. Het is vandaag weer mijn eerste stagedag op een nieuwe school. En het is dus in Leiden, dus het is iets handiger om hier te slapen. Zo, dit licht doet me niks goed. Dus ik ga even ontbijten en dan ga ik naar stage doen. En ik ben heel erg benieuwd. Het is inmiddels maandagavond en ik heb vandaag dus mijn eerste stagedag gehad. Het was echt heel erg leuk en gewoon helemaal nieuwe klas. En ik zit dus samen met Voske op mijn nieuwe stage, dus dat is ook heel erg leuk. Ik zit in de ene kleutergroep en zij zit dus naast mij in de andere kleutergroep. Dus dat is echt mega leuk. Voor de rest, ik ga vanavond niet meer zoveel doen. Ik ging na stage even snel naar de bosrand. En toen heb ik van de pampas gekocht voor mijn nieuwe kamer. Maar dat zal ik woensdag wel even filmen als ik weer thuis ben. Morgen heb ik dus ook stage. Dus maandag en dinsdag worden niet meer heel erg boeiend. Maar vanaf woensdag ga ik dan gewoon weer heel erg leuk filmen. Ik krijg ook leuke pakketjes deze week als het goed is. En mijn camera is nu ook leeg. Dus die moet ik zo meteen ook even gaan opladen. Maar dat eigenlijk. Ik ga nu beneden even de vlog editen die morgen online komt. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik heb gisteren niks gefilmd, want ik had gisteren stage de hele dag. En ik moest daarna werken, dus ik had ook eigenlijk niks bijzonders om te filmen. En vandaag lekker wel heel veel leuke dingen. Dus ik dacht, dan film ik gewoon lekker gisteren niet en vandaag wel. In ieder geval, ik ben weer gewoon in mijn eigen huisje. Ik heb me net omgekleed. Ik moet nog wel even mijn schoenen aan doen, want ik moet een beetje opschieten. Want ik moet over een kwartier moet ik een bestelling ophalen bij de Action. Want dat had ik besteld en dat kon ik vandaag ophalen. Dus dat moet ik nu eerst doen. Dus het is een klein beetje chaotisch. Daarna heb ik gewoon de hele dag om rustig te filmen. Want ik heb pakketjes en ik ga straks mijn nieuwe laptop ophalen. Dat doe ik gelijk hierna. Dus dat moet ik ook doen. Maar ik ga nu eerst naar de Action toe. Dus ik zal mijn camera meenemen en dan ja, dat. Ik ga nu in ieder geval richting de Action. Ik zit in de auto. Ik ben net bij de Action geweest om het op te halen. Maar het is echt super irritant. We hebben al 2 keer bij de Action besteld. En elke keer is de helft er niet. Maar dat staat dan niet aangegeven. Dus ik had dus nu een bestelling geplaatst voor kledinghangers. En dan had ik erbij besteld omdat ik niet aan het bedrag kwam. En nu zijn die er. Waren ze er niet allemaal. Maar heb ik maar 3 setjes. Dus ja, dat is best wel een beetje irritant. Nou ja, het is in ieder geval niet anders. Want wat klopt het nu dan? Nou ja, het is niet anders. We moeten er mee doen. En dan moet ik het nog even een andere dag bestellen. Ik zal thuis laten zien wat er precies in zit. En ik ga dus nu naar de Mediamarkt. Want daar heb ik ook besteld. Want ik ga mijn nieuwe laptop ophalen. Heel veel zin in. Want mijn laptop kan echt niet meer. Hij gaat echt. Hij loopt heet het vast. Dus ik ga nu naar de Mediamarkt rijden. Oké, ik ben weer thuis van de Mediamarkt en van de Action. En er komt eventjes een kleine shoplog. Want gisteren heb ik niet gefilmd. Maar toen ging ik dus. Nee, dat was maandag. Na stage ging ik even snel naar de bosrand. En toen heb ik van die pluimen gekocht van dat pampas. En die ga ik in een vaasje doen. Dus dat ga ik even neerzetten. En ik had ook nog een pakketje gekregen. Die ga ik ook even laten zien. Ik had namelijk een pakketje ontvangen van een webshopje. En ik vond dit er heel erg leuk uitzien. En ik vind zeker dat je nu in coronatijd echt moet supporten. Dus ik vind het ook heel erg leuk om dit te laten zien. Het is, als ik het goed uitspreek, van Maeve de Label. Zo ziet het eruit. Ik zal alles gewoon in de beschrijving zetten. En ik zal ook een Instagram even linken. En ik zag 2 items die ik heel erg leuk vond. Als eerst zit het in zo'n leuk lila vloeipapiertje. En daarbij zit nog een kaartje. En dus met de code Janette10 krijg je 10% korting. En dit is op alles exclusief de sieraden. Dus dan weten jullie dat. Want ik heb namelijk 2 hele leuke dingetjes. Ik zag deze trui al bij heel veel mensen voorbij komen. En ik vind deze echt heel erg leuk. En ik vond hem hier ook echt heel erg goedkoop. Dus ik ben echt super blij dat ik deze trui heb gekregen. Ook heel erg leuk voor stage. Ik denk dat de kinderen dat heel erg leuk vinden. Op een leuke spijkerbroek of boven een zwarte broek. Ik zag ook nog een super leuk riempje. Dat is deze superleuke riem met zilveren sterretjes. Heel erg leuk.
En ik draag echt best wel vaak een riempje. En zoiets had ik echt nog totaal niet. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het opsturen. Want ik ben er echt heel erg blij mee. En neem zeker een kijkje. Want het is echt de moeite waard. Ik heb net een podcast opgenomen. En ik heb zo weer online les. Maar ik denk dat ik toch eventjes alle items achter elkaar ga laten zien. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Dat het nu echt een hele shoplog is. Ik had namelijk Click & Collect gedaan bij de Action. Wat ik daar heb gekocht zijn nieuwe kledinghangers. En dit zijn er 10 in een pakje. Want ik heb nu namelijk van die houten die heel erg dik zijn. En mijn hele kast hangt gewoon vol. Terwijl er eigenlijk nog niet zoveel hangt. Dus ik dacht, dan ga ik deze ophangen. Alleen ze hebben er dus maar 3 in gedaan. Ik had er 5 besteld. Dus dat moet ik nog een keer nabestellen. Ik had ook nog sokken besteld. Dat kan je toch niet genoeg hebben. En ik had ook van die rollers besteld voor je kleding. Van als er pluisjes op zit. Want ik heb 1 broek waar dat heel erg is. En iedereen had het thuis ook nog nodig. Dus dat had ik ook besteld. En ik had nog een voetenmasker besteld. Ik ga straks even mijn laptop openmaken. Dus dan zal ik het dan wel eventjes filmen. Ik heb dat pampas neergezet. Maar ik vind het er eigenlijk echt super lelijk uitzien. Dus daar moet ik nog eventjes iets voor verzinnen. Het is ook, het was best wel een soort van duur. En het gaat nu al helemaal kapot. Dus dat vind ik ook wel slecht. Oké, de podcast voor school is af. Ik ga nu even, oh, mijn camera is vol. De vaatwasser uitruimen en even een klein beetje dit opruimen. En dan ga ik even lunch maken. Oké, ik ga mijn pakket even openmaken van de Mediamarkt. Want ik heb namelijk een nieuwe laptop besteld. Mijn andere laptop had ik al sinds 2013 of zo. En hij was echt gewoon aan zijn einde toe. Dus ik heb nu een nieuwe besteld. Eigenlijk gewoon dezelfde, alleen dan gewoon nieuw. Dus uit dit jaar in plaats van daar, maar wel gewoon dezelfde maat en ook in het zilver. Oké, deze gewoon de MacBook Air, gewoon 13 inch. Ik vind het wel jammer dat de doos is beschadigd, aangezien ik hem gewoon nieuw koop. Maar ja. Oké, ik ga hem nu eventjes openmaken. Oké, dit is de nieuwe laptop. Hij ziet er ook gelijk veel kleiner uit, omdat hij zo dun is. Heel erg mooi. Ik ben er echt heel erg blij mee. Het beeldscherm is ook echt veel dunner. En ik heb er dus ook gelijk, er zit dus ook voor een nieuw stopcontact. Ik had nog dat oude. En ik heb ook nog, dus dat is mijn nieuwe laptop. Oké, ik wil dus net mijn laptop installeren. Ik sta nu in de wacht bij de Mediamarkt. Zit er een Amerikaanse oplader bij. Nou, sowieso was de doos al beschadigd. Dat vond ik ook al raar. Maar ik kan de laptop dus niet gebruiken. Dus ik heb nu gebeld naar de klantenservice. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. En anders moet ik even terug naar de winkel. Heel vervelend. Maar ja, het is niet anders. Ik heb niks aan een oplader die ik niet kan gebruiken voor mijn laptop. Maar ik vind het gewoon heel raar. Want de laptop is helemaal nieuw. En nu lijkt het eigenlijk alsof die niet nieuw is. Omdat ook de doos en zo beschadigd is. Nou, Lien, vertel even wat we binnen hebben gekregen. De stomer. De stomer, want we hebben geen plek voor een strijkijzer. En de vorige was kapot binnengekomen, net zoals mijn laptop. Oh ja, deze laptop heb ik dus. De Mediamarkt, dat is allemaal Mediamarkt. Oh, volgens mij zijn die broodjes aan het aanbranden. Oh, ze zijn wel heel erg bruin. Ik kreeg zoveel berichten dat mensen echt moesten lachen om mijn vorige vlog. Om dat stuk dat we naar de markt gingen. Oh, hij is zo groot. Maar waar gaan we dat wasrek laten eigenlijk? Waar staat hij nu dan? In onze badkamer. Ja, nou ik ben met Denise en we hebben net ijskoffie gehad. Nou eigenlijk is dat op. We zitten hier boven een duif. Dit is toch een duif? Ja. Oké, wacht, ik even inzoomen. Ik haat dit geluid. Dit hoor ik in de ochtend altijd als je wakker moet worden. Ja, om 5 uur. Ja, heel kut. Voordat je moet werken. Oké, en we gaan zo meteen even lopen want ik heb het heel koud. Oké, ik ben met Den en we zijn nu weer thuis. We hebben heel lang, we hebben best wel veel gewandeld. Ja, en 1 uur of zo, langer. Nou, ik denk wel langer. En het is inmiddels 6 uur. We hebben eten besteld. We hebben even de tafel gedekt. We gaan zo lekker eten. En dan moet Den alweer naar huis voor de avondklok. En, wat wilde ik nog vertellen? Ik weet eigenlijk niet. Ik wil nog, oh ja. Ik heb mijn laptop dus net even ingesteld. Maar ik ga het vanavond even op mijn gemak doen. Want het ging niet helemaal soepel. Hele doos. Ja, oké, ik ga het even openmaken. Is dit voor mij? Ja. Wel netjes gedaan dan. Ja, vind ik ook wel. Oh, heel veel.
Oh, wat zit daarin dan? Oh, chill. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Jullie vallen net in de huisgenotenruzie. Maar het is vandaag een hele mooie dag, want ik heb gelijk mijn kleurtjes draaien aan. Maar nu of over een kwartier? Ja, nu. Oké, nu Noor. Nu. Ik tel tot drie. Even opnieuw. Het is vandaag dus donderdag. En ik moet make-up zo nog doen, dus ik zie er echt uit. Dat is Eline. Eline is mijn onaardige huisgenoot. Dat jullie het even weten. Maar ik moet vandaag. Ik heb al van 8:30 tot. Van 8:30 tot nu les. Online les gehad. Hoe laat is het nu? 12:00. Ik ga nu even poffertjes maken. En dan gaan we Temptation Island in de zee kijken. En daarna moet ik oppassen. Oh ja, en ik heb zo meteen nog muziek. Dat had ik dus eigenlijk op school, maar ik ga niet naar school toe. Oké, ik heb even mijn make-up gedaan. Even het geluid uitzetten. En ik heb nu een online les die ik nu aan het volgen ben. We hebben net even Temptation gekeken. En ik heb even mijn make-up een beetje gedaan. Ik ga zo meteen lekker oppassen. Bij een heel leuk gezin, dus daar heb ik heel veel zin in. Voor de rest ben ik dus nu mijn muziekles aan het volgen. Het was eigenlijk op school, maar dat wist ik te laat. Dus anders ging ik het niet meer redden met oppassen en allemaal dat soort dingen. Dus dat heb ik nu even niet gedaan. En ik moet nog steeds mijn nieuwe laptop even installeren. Maar ik ga dus nu verder met de online les. Ik heb nu ook die nieuwe trui aan. Het zit echt heel erg lekker. Echt heel erg leuk. Het is inmiddels donderdagavond. En vanmiddag ging ik dus Temptation kijken. Ik denk dat dat het laatste is wat ik heb gefilmd. En voor de rest moest ik vanmiddag oppassen tot 6:00. Dus dat was heel erg leuk. We gingen even een ijsje halen en ik ging ze uit school halen. Dus dat was heel erg schattig. En voor de rest heb ik net gegeten. Heel erg lekker. Ik heb nog wel echt zin in iets anders. Maar in een ijsje of zo. Maar ik ga het niet doen. En ik ga zo meteen bellen met Vos. Want we moeten dingen voor school doen. Morgen ga ik ook in de ochtend oppassen en we willen dus weer gaan skileren. Dus waarschijnlijk gaan we dat morgen doen. Maar niet als het zo koud is als vandaag, want dan heb ik er geen zin in. Ik weet niet wat er met mijn haar aan de hand is. Zo, dus ik ga nu eventjes mailtjes beantwoorden en dan ga ik aan school zitten. Dat moet echt gebeuren. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik ben aan het oppassen. Ik ben nu lekker buiten en we zijn lekker aan het wandelen met de kinderwagen. We staan bij het station, want hij vindt treintjes echt heel erg leuk. Dus we zijn nu naar de trein aan het kijken. En ik film even met mijn telefoon. Ik moest om 8:00 beginnen, dus ik had vanochtend niet gefilmd. Ik had ook een beetje haast. En ja, we zijn dus lekker gewoon met de wagen aan het genieten van de zon. Het is vandaag vrijdag. Ik had al eventjes gefilmd, want ik moest vanochtend oppassen. Toen had ik gefilmd dat we bij de treinen gingen kijken. Dat vindt hij namelijk heel erg leuk. En ik ga nu naar beneden. Ik heb net online les gehad. En ik hoorde dat Noor thuis was. Ja. Dus we gaan even bespreken wat we gaan eten vanavond. En ik heb vandaag nog helemaal niks gefilmd. Heel slecht. Hoe gaat het? Ja, goed. Ook al zie ik er slecht uit. Waarom? Beetje onverzorgd. Ja, mijn huid is ook slecht. Ja, en mijn wimpers. Echt, ik heb altijd helemaal afgebroken. Ik weet het niet. Ik heb hem maar laten gaan. Ik heb dan mijn opmerking naar mijn hoofd en dacht ik, nou, ik ga maar weg. Wat dan? Als ik je zie in de club of op een festival, dan moet je weten. Plastic. Links. Ja, maar waarom weet rechts... jij, Eline, het verschil niet tussen rechts en links? Rechts, het afval. Oh. Ik dacht rechts. Het afval weg. Hij stinkt heel erg. Ja, daarom moet hij snel weg aan mijn auto. Ja, oké. Okay. Wat? Het gaat niet hoor. Dat karton moet daar. Goed bezig. Oké, okay, Noor en ik zijn even afval aan het weggooien. We gaan nu boodschappen doen. Goed bezig. Ik had nog niks gefilmd, dus dat moet weer even. Ik ging vandaag bij de treinen kijken. Treinen? Oké, ik film wel hoe jij het doet, ja? Ik film jou wel. Dit is jouw vlog, ik kom niet op de vlog. Maar dit is niet mijn karton. Je moet dit karton meefilmen. Hoe ga ik nu beginnen met filmen dan? Nou, op het rode knopje drukken. Deze. En dan gaat hij aflopen. Oh ja, hij is aan het filmen. Gebruiksaanwijzingen en zo zit hier ook nog in. Nou, die is misschien wel handig om te houden.
Okay. Janet is heel goed het afval aan het weggooien. Ik maak mezelf ook even nuttig. Nee, maar Noor, het is niet van mij, hè? Ik wil je wel helpen. Vandaag gaan Noor en ik... Oh. Een vlog over de Albert Heijn. Noor houdt de flessen vast en ik hou de tas vast. We staan nu... Oh mijn god, mijn auto. Dit kan echt niet. Oké. We gaan nu op onze Sembra's. Op onze Sembra's? Dezelfde. Hebben we dezelfde sporen? Nee. Oké, we gaan nu naar binnen bij de Albert Heijn. Hier werkt Noor ook. Dus zij weet precies waar alles ligt. Dus dat is heel fijn. Eigenlijk een soort persoonlijke assistent. Personal shopper. Oh, daar is mijn auto. We gaan dus nu naar de appie. Dit is de appie. Hoe heet deze appie? Ik heb Lina. Hoe heet deze appie? Albert Heijn Voorburg. Oké, Albert Heijn Voorburg. Ja, als je een keer Noor wil zien werken. Hoezo niet? Dat kan gewoon. Dat kan best. Nu pak Noor even een car. Ja, jij ook. Zo. En ik ook, want dat moet bij deze Albert Heijn. Kijk, ze loopt met de car. Oh, een mondkapje, Noor. Ja, dat was ze nog even vergeten. Heel belangrijk. Oh, kan je er ook even filmen hoe ik een mondkapje doe? Want we hebben ook nog eens hetzelfde mondkapje. Wij zijn echt... Ik ga wel jou vloggen. Oké. Doe het goed? Zie jij het uit? Kijk, dat willen wij. Mag ik? Oké, we gaan nu naar Eline. We gaan haar laten schrikken. Oké. En dit is Albert Heijn. En hier heb je... Jij was helemaal aan het vloggen daar. Dit is Eline. Dit is onze huisgenoot achter de kassa. Zo verdient ze het geld om bij ons te wonen. We staan nu... Nee, dat hoef ik niet. Oh, sorry. Guacamole vind je lekker, toch? Nee. Oh, gingen we dat halen? Ja, is goed. Bij de nachos. Maar we moeten alleen even kijken. En we hebben carpaccio. Nee, vind je dit lekker? Ja. Van de kipspiesjes. Dat in de oven is heel lekker. Oké, kipspiesjes. Oké, de boodschappen zijn gedaan. 40 wc-rollen ingeslagen. Noor draagt de tas. Zo zijn de taken verdeeld bij ons in het huishouden. Nou, ik doe de kar. Het was... Duur is het. Noor en ik. Ja, we kunnen ook gewoon eerst kleuren. We hebben wel al allemaal dingetjes. Ja, en we gaan even de wc-rollen in de kast doen. Hey Google, ga harder. Oh, wacht zo. Volume heel erg omhoog. Nou, het ligt weer helemaal toppie. Huppakee, 40 rolletjes. En een lekker appeltje van mijn vriendin. Chop chop. Ik mag altijd jou de straat gelopen. Ja. Oké, ik ben met mijn huisgenoten. Maar het geeft u niet. Zeg even hallo. Hallo. Zeg even hallo. Hallo. Ik heb een hele rare spiegeling of zo door dit licht. Oh, hier ligt hij. Oké. Nou, dus we gaan even voor de 10.000 stappen. Even kijken hoeveel we er vandaag al hebben gelopen. Nou. Ik heb in ieder geval een uur een kinderwagen vooruit geduwd. Dus dat telt voor een dubbele. Hoeveel stappen hebben jullie? Zal ik eens kijken? Ja, 10. 400. Niet. Ze heeft 400 stappen. En het is, hoe laat? 4:15. Oh, ik heb er bijna 8000 jongens. Dus ik heb ook bijna 8000 al. Hoeveel heb jij er, Lien? Zal ik dat even opzoeken voor jullie? Wat heb jij gedaan dan? Ik heb gesport? Nee, wat heb jij gedaan? Nee, dit was van gisteren. Ik heb er 1400. Heb je vandaag met z'n honden gewandeld? Ja. Ik ben vandaag heel actief geweest. Maar dan kun je toch niet al 8000 stappen? Want ik heb denk ik misschien wel 2 uur met die kinderwagen gelopen en ik heb er niet eens aan. Maar jij hebt korte beentjes. Oh ja, zeg dat dan. Ook goed bezig. Oké, we hebben al even wat hapjes. Goed, meiden. En er wordt nachos gemaakt. Oh, jij mondzakjes. Oh, en aardappels. Puntjes. Moet dit ook op tafel? Ja. Eeuw, dit vind ik vies. Oh. Oké, we wisselen even de wijn hoor. Die is voor jou. Oh, hoe doen jullie stemmetjes? Dat is ook hoog. Oh, ik ja. Maar soms heb je op Snap ook... Ja, op Snap heb je die ook. Waar dan? Moet je heel veel zwijgen? Nee. Hier. Hoor, hè? Gaat
Basboer. Dat is gewoon hyper. Chop chop. Ja, dat komt omdat jij mijn waterfles hebt gegooid. Maar in ieder geval, ben je aan het filmen? Is vandaag zaterdag en de kinderen zitten op mijn kamer. Ja, ze is een beetje. Nee, oké, het is inmiddels 5 uur. Voor mij is ik heb 8 uur gewerkt. Ik ben net ook. En ik heb me net klaargemaakt. Jongens, wat vinden jullie ervan dat ik eyeliner op heb vandaag? Oh, zelf beter. Oké, bedankt. Zie je daar lekker niet verschut uit. Oké, okay, maar we gaan 54 stappen gedaan. We gaan nu even lekker iets halen bij de Mackie. McDonald's. Niet op de vlog. Oh. Nou, we zijn ons dus nu aan het klaarmaken voor de Mac. Dat is mijn enige uitje vandaag. Samen met de supermarkt. Ja, oké, okay, maar ik bedoel een leuk uitje. Wat voor schoenen gaan we vandaag aandoen? Waar? Waar? Ja, Paasei. Die woonkamer moet ook nog schoongemaakt worden, ik weet het niet, maar ik doe de trappen. Het weekend is nog niet voorbij, jongens. Ik ga het ook morgen doen. Het is al 3 keer in de vlog gekomen op 3 verschillende momenten. Maar moet er wel iemand naar binnen? Ja. Allemaal. Kan ik nee, nee, nee. Ja, oké, dan niet. Jawel. Nee. Nu is het klaar. Nu is het afgesloten. Oké, ik zit met mijn huisgenoten in de voiture. In de Zoe zitten we. Ja. Oeh, wat is dat? Zitten in de Zoe. Jezus. Je bent weer niet verbonden. Maar is dat oké, Lien, heb je nog iets leuks te vertellen? Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb vandaag geleerd. Geleerd? Janes, jij bent verbonden. Oh, oké. Ik, heb natuurlijk mijn huishoudelijke taak vervuld. Dus ik heb de keuken schoongemaakt. Oh ja. En hier nou, kijk, is alleen van jou. Als ik je zie in een club of op een festival. Oké, we hebben net besteld. Ik ga denk ik een teller doen hoe vaak ik dit in de vlog doe. Ja, en hoe vaak je attitude zegt. Maxime zei ook, ze deed het ook. Ja, ik kan er niks aan doen. Bij het editen, ik erger me dood. Chop, chop. Weet je, ik sta nog helemaal in slaapstand. Geen idee eigenlijk. Oké, nou de Mac is gezakt. Dus we gaan avondeten maken. C en ik eten samen, want Noor is aan het werk. Wat we gaan eten is kipsnitzel, is vegetarisch, 1 euro was het in de actie. Oh. Broccoli, 85 cent, ook in de actie. En aardappeltjes. Voordeelverpakking, extra goedkoop, 3 personen. Ik vertel ook bij de kast. Oké, C en ik zijn er dus achter gekomen waardoor het komt dat we filmen. Als we alleen makkelijk eten, dat komt omdat ik altijd aardappel, groente, vlees maak. Dus, voor de verandering, we eten vanavond broccoli, vegetarische burger en grilltjes. Dus, ja, omdat ik dan kook, film ik het. Maar eigenlijk moet ik gewoon filmen als andere mensen ook koken. Oké, wij hebben heel erg lekker gegeten. En ik zit nu heel eventjes op mijn eigen kamer. Want ik moet echt heel eventjes wat mailtjes doen voor YouTube. En wat dingetjes uitzoeken. Want anders dan weet ik gewoon, ik ga het niet doen. En ik, ja, ik heb natuurlijk vandaag gewerkt. En moet morgen ook weer werken. En anders moet ik het morgenavond allemaal gaan doen. Dus dat heeft gewoon geen nut. Dus ik ga het nu eventjes doen. Lekker op de zaterdagavond. En ik heb net gewoon lekker met C filmpjes gekeken op YouTube. En ja, dus dat ga ik nu eventjes maken. Het is vandaag zondag en ik heb me net even klaargemaakt. Ik heb er eigenlijk best wel een dagje op zitten. Nou ja, het is 1 uur of zo, maar ik heb me klaargemaakt, even iets aan school gedaan. Ontbijtje gemaakt, allemaal dat soort dingen. Ik sta nu in mijn kamer. Ik ga zo meteen mijn kamer even opruimen, want ik ga straks naar huis toe. Ik moet vandaag werken en morgen heb ik ook weer stage. En dat is gewoon dichter bij mijn ouders huis, dus ik ga daar gewoon weer slapen. Dan heb ik dat ook een soort van gelijk gedaan. Voor de rest, ja, ik ga dus even mijn kamer opruimen, mijn tas inpakken en dan ga ik al naar mijn vader toe. Want ik had ook nog geen boodschap gedaan, dus dan kan ik gewoon lekker thuis dingen eten.
Ik heb gewoon lekker het jongenspakje aan. Gisteren was heel gezellig. Hebben gewoon een rustige avond gehad. Nog aan school gezeten. En gewoon een beetje tv gekeken en om dat soort dingen. Ik heb net mijn schoonmaaktaak ook al gedaan. Dus ik kan zo weg. Oké, ik ben weer thuis met mijn vader. En ik ging net even proberen piano te spelen. Maar ik kan één dingetje, lukt me nog steeds niet nu. Ja, maar ik weet het ook niet meer. Ja, maar misschien weet je het nog wel een beetje. Welke het linkerhand was. De rechterhand weet ik wel nog. Oké, ik heb gewerkt. Ik zie er echt niet uit. En in de vorige vlog, ik was er aan het terugkijken, ik doe echt 1000 keer dit. Dat komt dus omdat het geen een van mij doet en dat heb ik overgenomen en nu kom ik er dus niet meer van af. En ik heb heel vaak dingen die ik dan een tijdje heb en dat ik er dan gewoon niet van af kom. Dus ik hoop dat het deze vlog een beetje meevalt. Ik ga hem straks editen, dus dan kan ik het gelijk even zien. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je het vond, doe zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doeg!